Welkom bij deze korte demo van de elleboog dwars. We gaan even het ventrale gewricht bekijken in een transversale opname, dus een dwarse doorsnede. En daarvoor gaan we gebruik maken van de benige referentiepunten die we daar zien. Dus we zetten de probe dwars op de ventrale zijde van de elleboog. We gaan dan een beetje bewegen van proximaal naar distaal toe. En dan ergens in beeld, dan zullen we daar we noemen dat hier altijd de oester. Dan zullen we ergens de oester tegenkomen. Nou, wat dat precies is, dat zullen jullie zien op het scherm. Dus je gaat hem op de onderarm zetten. Je gaat bewegen van proximaal naar distaal. En als ik er nu zo een paar keer overheen ga, dan ziet iedereen denk ik wel wat ik bedoel met de oester. En dat is hier de botlijn in de diepte. Dus hier, dat lijkt een beetje op een oester. En wat is de oester dan precies? Nou, dat zijn de botlijnen aan de laterale zijde hier van het capitulum humeri. Ga ik dan naar mediaal toe, dan is dit gedeelte van die oester, dat is de trochlea. Dat zwarte lijntje wat je erop ziet liggen, dat is het kraakbeen. Maar er liggen nog een hele hoop andere structuren en die gaan we eens even bekijken. De eerste, eigenlijk niet te missen structuur, ik zal hem eventjes aftekenen op het scherm. Dat is deze hele bad boy die we hier zien. Dat is allemaal spierbuik van de brachialis. Dus allemaal brachialis spierbuik. En je ziet dat dat een hele forse spier is. Die bedekt eigenlijk de hele bodem hier af van deze scan. Als we dan een verdieping naar boven gaan, dan weten we dat we daar eigenlijk drie relevante structuren kunnen tegenkomen. Namelijk de biceps, de arterie en de nervus medianus. We hebben een ezelbruggetje voor, namelijk de BAM, hè, het bammetje. En als je dus vanaf lateraal naar mediaal gaat, dan zul je in eerste instantie de B tegenkomen. En dat is dan de biceps. Als je dan verder gaat naar mediaal, dan kom je de arterie tegen. En dan helemaal mediaal, dus de M van het bammetje, is de medianus. Dus mediaal, medianus, lateraal biceps en daartussenin zit de arterie. Dus heb je een apparaat met wat minder resolutie dan deze, zoek je in eerste instantie die arterie op, dan weet je sowieso dat mediaal ervan de medianus ligt, hier, en lateraal moet dan ergens de biceps liggen. Zelfs ook al heb ik hier een heel mooi apparaat, is de biceps nog niet even duidelijk misschien, heb ik een mooi trucje voor, namelijk als je met de probe even naar proximaal opschuift, zo de bovenarm in, dan zie je dat er een spierbuik hier ontspringt. Dus ik zal hem even aftekenen. Deze hele spierbuik met centraal in die spierbuik een witte lijn. En deze witte lijn is eigenlijk de aponeurose van de bicepspees. Dus ergens in de spierbuik begint dus die aponeurose. Dat is eigenlijk al het begin van de distale bicepspees. Als ik deze nu vervolg naar distaal, dan zien we dat de spierbuik kleiner wordt, kleiner. En je ziet dat al die spierbundels gaan naar deze centrale aponeurose toe. Dus blijf je die vervolgen. Vervolgen. Wat je uiteindelijk overhoudt, dit is allemaal bicepspees. Gaan we dan nog iets verder door naar distaal. Wat verwachten we dan te zien? Dan zien we uiteraard dat de bicepspees daar de diepte in gaat duiken, want hij gaat naar de radius toe. Oh, zo. Dus hier gaat hij en hij wordt nu volledig donker. En dat komt omdat hij met een hoek wegduikt. En je weet dat als je een pees met een hoek aanscant, dat hij dan anisotroop wordt. Hier is hij hyperreflectief, want we scannen hem loodrecht aan. Maar naar distaal toe zie je dat hij wegduikt en dan wordt hij dus ook anisotroop. Ik kan door het te kantelen, kun je dat weer een beetje oplossen. Dan kan ik hem daar ook hyperreflectief zien. En als ik nog verder naar distaal ga, ja, dan duikt hij daar ergens richting de radius. Hè. Dus gaan we terug naar boven. Dit is hem. En naar distaal gaat hij daar. Maar dat is heel moeilijk nog te vervolgen.